dat is wat deze auto doet, hè. Hij manipuleert de natuurkrachten. Heerlijk, hè? Zo'n auto die zich dienstbaar opstelt. Hij gaat omhoog zodra je met je tengels aan de deur zit. En dan stap je wat makkelijker uit. En dan is dit de derde generatie Porsche Panamera. En dat is eigenlijk de auto, de Porsche moet ik zeggen, voor mensen die nog niet aan een tweede of derde heup toe zijn. Want normaal, dat soort mensen die kopen dan een Macan of een Cayenne. Lekker hoog, lekker functioneel. En deze is ook redelijk functioneel. Niet hoog, maar wel serieus veranderd ten opzichte van zijn voorganger. Het onderstel gaan we het straks over hebben. Dat is eigenlijk de auto, hè? Dat maakt van deze Porsche Panamera werkelijk iets unieks. Maar die voorzijde, blijkbaar vinden ze het nodig, hè? Bij Porsche. Deze is helemaal open, dat ook. Als je dat helemaal aan die voorkant goed bekijkt, dan zie je dat er ontzettend veel agressie vanuit staat. Er zit heel veel dominantie in die neus. Blijkbaar moest dat, hè? Het moest toch weer wat ruiger, wat groffer. En ook onderscheid maken natuurlijk ten opzichte van de Taycan. Deze is typisch 911. Net boven dat voorwiel, daar heb je natuurlijk wat meer ruimte nodig. Hè? Dat voorwiel dat moet er ook in kunnen. Er moeten nog een paar dempers in en zo. Dus die hebben ze optisch hebben ze die vergroot. Die motorkap relatief laag, is lager dan de schermen aan weerszijden. Wat knap gedaan is. Er zit tenslotte een knoepert van een 8-cilinder in. Het maakt hem op het agressieve af. Ik vind het echt heel goed gelukt. En zeker als je het vergelijkt met die eerste generatie Porsche Panamera. Bekijk hem nog even. Zoek hem eventjes op. Dat is een lelijk ding. We moesten er misschien ook een beetje aan wennen, maar ik weet het niet. En als je deze zo ziet, dikke uitlaten, want een 8-cilinder, twee lijnen naar de achterkant waar de boel naar buiten wordt geblazen. Deze kan eruit, heel erg groot, heel veel neerwaartse druk, pas op hoge snelheid. In Nederland heb je er uiteindelijk niet zo heel veel aan. Ja, geslaagd. Zeker. Het is heel vloot, hè? Het is ongeveer 10 vierkante meter aan auto. Metertje of 2 breed, metertje of 5 lang. Ver voorbij de 2000 kilo. Dus het is ontzettend veel waarmee je op pad bent. Laat zich eenvoudig besturen door vierwielbesturing. Hij voelt ook niet te groot aan. En als je dan achterin gaat zitten, dan gaat hij weer omhoog. Makkelijk. Kijk, het stapt natuurlijk een beetje anders in. Maar het klopt wel. Voetjes kunnen onder de voorstoel. Je zit op stoelen, dus niet op een achterbank, je zit op stoelen. Heel veel ondersteuning. Ja, alsof je voorin zit, maar dan zonder stuurtje, zeg maar. Het is ruim zat. Meer dan genoeg hoofdruimte ook. Een sportsedan, waarbij je dus niet de consequentie hebt van dat sportdeel achterin. Qua ruimte, genoeg geluld. We gaan rijden. Het gaat niet volledig geruisloos. Porsche Active Ride. Af en toe hoor je een geluid van onder de achterkant vandaan. Lijkt een beetje op de Kärcher. Stone cleaner. Maar het werkt volmaakt. Porsche Active Ride. Dat is feitelijk het verhaal van deze auto. Het is een systeem. Een systeem dat ervoor zorgt dat de auto in elke situatie vlak blijft, onder controle blijft. En het werkt relatief eenvoudig, maar ze hebben er jaren aan gedaan om het perfect te maken. Eenvoudig als in een pomp achter elke demper. We hebben 4 dempers. Elk wiel heeft er eentje. Een demper, jullie weten het, maar voor degene die het even is vergeten. Een demper zorgt ervoor dat de auto niet blijft veren. Je hebt veren en je hebt een demper, in dit geval luchtvering. En die demper zorgt dat eigenlijk die auto in balans blijft en dat de beweging eruit gaat. Deze moet ik weer even uitzetten. Jullie kennen het. De snelheidswaarschuwing. Achter elke demper een pomp. Die pomp levert per pomp 10 pk. De kracht van 10 pk, dus dat kan die aan. Dus dat is veel. Hij haalt zijn energie uit de accu van het hybride systeem. En om die reden kan Porsche Active Ride als optie ongeveer 8.500 euro alleen maar geleverd worden op een Panamera met een hybride systeem. Ja. Dat hij
hybride systeem overigens. Dat is een accu van 25,9 kWh die achter de achteras zit. Die levert dus energie aan van alles en nog wat. Onder andere aan de aandrijflijn, aan de elektromotor. Die eigenlijk in de PDK-versnellingsbak zit verwerkt. Jongens, het is één groot brok innovatie, deze auto. Dat Active Ride. Elke pomp kan ervoor zorgen dat er ongeveer 1000 kilo aan kracht omhoog kan worden geduwd. Dus op het moment dat je keihard naar links stuurt, dan moeten die linker twee pompen, die moeten heel hard werken om die dempers eigenlijk tegen druk te geven, zodat die auto vlak blijft. 2000 kilo, dat is een fractie minder dan het totaalgewicht van de auto. En daarmee snap je dus wat deze auto allemaal kan. En dat doen die pompen in 15 milliseconden. Ze reageren dus in 15 milliseconden. Dus een enorme partij datakracht zit erin. Ja, en dan kun je feitelijk op drie wielen rijden. Ziet er een beetje raar uit. Zou ik niet weten waarom je het zou willen. Maar het kan wel. Net als inderdaad de DS van vroeger. Als je daar een lekker band had, haalde je het wiel eraf en reed gewoon op drie wielen naar huis. Nou, deze auto kan in theorie ook allemaal kunstjes. Ja, maar dat is nou net niet nodig. Wat wel nodig is, is een systeem als dit, specifiek voor auto's die zwaar zijn. Dit is ook een zware auto, het is gewoon echt een dikzak. 2,2 ton zo'n beetje, maar ook een Porsche Taycan, de nieuwe Taycan, die heeft dit systeem. Dat is namelijk ook een zware auto. En zo komen er nog veel meer zware elektrische Porsches. En om die auto's te kunnen laten rijden als een Porsche, dus een hele hoge bochtsnelheden, hebben ze dit systeem bedacht. Ik zeg je, als er geen elektrische auto's waren, als Porsche dus ook geen elektrische auto's ontwikkelde, was dit systeem er niet gekomen. Want dan was het namelijk niet nodig. Bij een lichtere auto heb je dit niet nodig. Dan kun je het namelijk onder controle houden met adaptieve dempers, met een goed veersysteem, met een mooie wielophanging. Natuurlijk, dan heb je een klein beetje beweging. Deze auto is naar wens, ligt aan de instelling, is naar wens elke beweging weg. Of het nou beweging is over die lengteas, remmen, gas los, gas geven, dat die achterkant een beetje is. Die beweging is er niet. Lift of oversteer, dus je laat hem eigenlijk op je gas los een bocht omkomen. Die achterkant door eigenlijk middelpunt vliegende kracht breekt een beetje uit, vol op je gas. Vergeet het, hij doet het niet. Hij beweegt niet over de lengteas, niet over de breedteas. Het is een en al stabiliteit. En nou zeg ik je eerlijk, ik ben nu met die Turbo Porsche onderweg in Nederland. En in Nederland kun je niet overal echt gas mee geven. Eigenlijk is deze auto 680 pk, 900 Nm. Is net ietsje te veel voor Nederland. Maar goed, er zijn ook mensen die af en toe het land uitgaan. Hè, Duitsland in bijvoorbeeld. En dan kun je met zo'n turbo heerlijk op die linkerbaan blijven. En als je dan een uitdagende sliert asfalt hebt, hè, en je pakt hem aan, pakt hem bij zijn strot, je knijpt hem uit, je gaat er echt mee aan de gang, dan weet je werkelijk niet wat je beleeft. Ik heb met de Taycan, de Turbo, de GT, heb ik op een circuit gereden. Een paar maanden geleden, die het systeem ook had. Ik reed mezelf misselijk. Ik heb niet eerder gehad. Ik kan wel eens misselijk worden naast iemand anders. Maar mezelf misselijk rijden heb ik niet eerder gehad. En dat is wat deze auto doet, hè. Hij manipuleert de natuurkrachten. En dat deed me een beetje denken eerder vandaag aan hoe dat ging met de Porsche Cayenne, hè. En trouwens ook met de BMW X6. Die auto's die hadden eigenlijk alles tegen hun gewicht. En dan ook nog eens heel hoog en heel groot. Relatief topzwaar. En dus bedachten ze bij BMW, maar ook bij Porsche, het differentieel dat individueel de krachten kan variëren. Waardoor je eigenlijk harder een bocht omgaat. En dan kun je met zo'n auto, kon je iets doen wat eigenlijk niet paste bij het type auto. Nou, precies hetzelfde is hiermee aan de hand. Je kunt hier iets mee doen, dat past er helemaal niet bij. Dit is een sportsedan. Maar je gaat hier zo smerig hard een hoek mee om. Dat is werkelijk, werkelijk niet normaal. Het zijn snelheden die passen bij zeg maar een GT3 van twee generaties geleden. De enige beperkende factor zijn uiteindelijk de banden. 325 achter trouwens. Zo beperkt het ook weer niet. Maar het hoeft niet, hè? Het hoeft niet. Hij hoeft niet per se vlak te blijven. Dat heeft allemaal te maken met de instelling. Zet je hem bijvoorbeeld op e-power, daar heb ik hem nu op staan, dan wordt het allemaal veel comfortabeler. Hij heeft kortom een enorme marge tussen comfort en tussen snaarstrak. In e-power kun je een kilometertje vol met elektrisch rijden. Als je althans die 25 kWh accu helemaal vol hebt en je laat hem op 11 kWh. Dus dat is allemaal voor elkaar. Ja, dan kun je hem elektrisch rijden. Je kunt hem laden. Je kunt hem inpluggen. En dat betekent dat je nogal geholpen wordt door Den Haag. En dat betekent dan dat deze auto ongeveer 200.000 euro kost.
En dan kun je ook een Panamera krijgen zonder dit soort systemen. Die is een fractie voordeliger, maar verhoudingsgewijs helemaal niet heel veel voordeliger. Want daar zit dan weer wel BPM op. Kortom, die zijn onverkoopbaar. Moet je ook helemaal niet aan beginnen. Simpelweg vanwege het feit dat, zoals ik al zei, dat Porsche Active Ride niet op de versies kan zonder hybride systeem. Dus altijd, dag meneer, de variant met pluggen innemen. Welke? Deze kan, de turbo, in het goud, bruin. Ik vind het er bijzonder dik uitzien. Meen ik echt. Heel gaaf. In het begin denk je, hoe kan dat wel? Nou, ja, het kan. Helemaal met die dikke zwarte afwerking, grote wielen. Heel sterk gedaan. Maar het kan ook nog dikker. Nou zei ik al, 680 pk is tikkie overdreven in Nederland. 780 pk kan ook. Neem de Turbo S. Dan is de elektromotor nog steeds 190 pk sterk, zoals in deze variant. De V8 is verder opgedraaid, maar de manier van samenwerken, nou, dit is in e-power, dat is wel een beetje de korfbalstand. Gaan we even iets anders doen. Uitlaatje open. Het kan nog, hè. Neem op Sport Plus. Je kunt schakelen achter het stuur, hoeft niet. Doet hij ook zelf. Ooit had dat systeem, dat schakelsysteem, PDK van Porsche, had van die enorme dreunen. Bam, bam, van die klap, jongen. Dan weet je helemaal. Ik vond het leuk. Past erbij. Het is een sportauto tenslotte. Dat is nu verdwenen. Dat zit hem in het feit dat die versnellingsbak, die automaat, natuurlijk hartstikke sterk samenwerkt met die vlakbij geplaatste, soort van geïntegreerde elektromotor. Dus dat kan niet meer. Dat was feestvreugde die voorbij is. Maar het is echt zo snel. Zo snel. Ja, een Panamera. Als sporttourismo is die er niet meer. Waren wij gek op in Nederland, maar in China niet. En China is nogal een markt, dus dat laten ze wat het is. Nu in een grote achterklep kan ik lekker Cayenne. Zou ik niet doen, overigens. Zou ik niet doen. Maar ja, jullie denken er anders over. Heel veel mensen denken er anders over. Cayenne is populairder dan een Panamera, maar ik vind hem gaaf. Ik vind het een moddervet ding. Zoals hij er hierbij staat, kost hij 270.000 euro'tjes. Ja. Maar dan heb je een auto. Er zijn niet veel partijen die op een circuit sneller rondgaan dan jij in dit ding. In een Street Legal auto bedoel ik dan. Hè. Het ding is zo vreselijk snel. Niet alleen in vermogen, hè, in rechte lijn. Maar dat die wegligging, jongens. Gewoon hier. Dan staat het ESP aan en dan voel je toch die achterkant zich ietsje zetten. Vierwielbesturing, luchtvering, actief heel de boel. Een torque factoring differentieel, jongens. Het is werkelijk, als je het allemaal uitspreidt, als je het allemaal lospeutert, heb je volgens mij een voetbalveld vol met onderdelen. Maar ze hebben het bij Porsche allemaal bij elkaar geraapt en hier ingestopt. Super ding. Ik vind het echt